Hallo, leuk dat je weer kijkt naar Voetbaltalk. Elke week bespreken we de voetbalweek aan de hand van 3 stellingen. En dat doe ik elke week met 2 andere journalisten. Deze week is de beurt aan Iwan van Duren, journalist bij Voetbal International. Dag Iwan. En Jordi Jamali, de kenner van het Turks voetbal in Nederland. Ook welkom Jordi. Goedemiddag. Laten we gelijk beginnen. Eerste stelling is, Martin van Geel houdt de fans voor de gek. Nou, Iwan, laten we bij jou beginnen. Ja, absoluut. En niet alleen de fans. Ik denk dat hij zichzelf zelfs voor de gek houdt. Dat hij echt meent wat hij zegt. En kijk, Feyenoord is gered eigenlijk door de jeugd. Varkenoord, geweldige, ze hadden een geweldige lichting die iedereen wegspeelde in Nederland. Ajax, PSV, allemaal kwamen ze met knikkende knieën naar Feyenoord toe. Ja, dat team, dat had gewoon, als je dat bij elkaar had gehouden. En de jongens die elkaar ook kennen, uit Rotterdam komen. Die hadden samen echt waanzinnige prestaties kunnen leveren. En wat gebeurt er? Er wordt meer en meer van buitenaf gehaald. Spelers van buitenaf krijgen meer geld. Dus ja, hij houdt ze echt voor de gek. En hij zegt, ja, 50% is nog eigen jeugd. We hebben nog steeds eigen opleiding. Bullshit, had gewoon 80% kunnen zijn. Dus hij houdt ze echt voor de gek. Maar ik ben bang dat hij zichzelf ook voor de gek houdt. Omdat hij ook echt nog meent wat hij zegt ook. Jordi, vind je dat met deze selectie, wat hij gisteren zei, dat ze niet om de titel hoeven te spelen, dat hij zichzelf serieus neemt? Ik vind het heel moeilijk om daar een mening over te hebben. Omdat het is natuurlijk in Rotterdam heel lang geleden, volgens mij 16 seizoenen. Ja. En in die 16 jaar zijn ze er altijd voor gegaan en hebben ze dat ook uitgesproken dat ze dat moeten zijn. Dus ik weet het eigenlijk niet hoe lang je dat zelf kan ophouden zonder het waar te maken. Ik vind het heel moeilijk. Ja, ik vond zelf heel raar klinken uit de mond van de bestuurder van Feyenoord. Ja. Dat hij daar van afstand neemt. Maar misschien is het wel een keer rustgevend in Rotterdam. Denk je dat dat meespeelt, Iwan? Dat hij denkt, nou ja, wat Jordi zegt. We roepen al 16 jaar dat we om de titel mee willen spelen. Maar het was al 16 jaar niet gelukt. Ja, oké. Okay. Ik was een beetje wat inhoudelijker aan het kijken. Hè? Want hij zei van over de spelers van buitenaf. Maar als je het over de titel. Ja, dan is het antwoord heel simpel. Feyenoord moet een nieuw stadion bouwen. En dan kunnen ze om de titel mee gaan doen. Dus ze kunnen blijven kopen. Het zijn allemaal noodverbanden. Kuiten die oud is, zeg maar, spelers hier en daar halen. Maar de basis van Feyenoord is dat er een nieuw stadion moet komen. Dan komen er meer hoe meer munten, hoe meer punten. Dus wat dat betreft heeft hij gewoon gelijk. Feyenoord kan helemaal niet meedoen om de titel. Maar het had wel gekund met een iets ander beleid. En als je je eigen jeugdspelers had gekoesterd, bij elkaar had proberen te houden en was doorgegroeid met waar ze mee bezig waren, had het misschien wel gekund. Ja. Maar kijk je nog verder? Nee, Feyenoord kan geen kampioen worden zonder nieuw stadion. En daar is de directie ook verantwoordelijk voor. Ja, want Iwan, zo'n Anders Atjebar vorig jaar de uitblinker in de wedstrijd tegen PSV. Daarvoor speelde hij natuurlijk ook niet veel bij Feyenoord. Krijgt een nieuw contract en voor mij hebben we hem dit jaar nog niet gezien bij de selectie. Ja, leuk dat je hem noemt, want wie velde PSV vorig jaar? Dat was Atjebar. Ja. Maar Feyenoord heeft op een of andere manier structureel geen vertrouwen in de eigen jongens. We zagen Kuit ploeteren op links hè, van de week. Boetius stond daar. Als je die jongen groot maakt, als je hem koestert, dan blijft hij. We zagen Kongolo's een stinkende best doen op links, maar zijn centrale verdediger. Ja. Hij speelde in oranje. Was allemaal niet nodig geweest als je gewoon je eigen spelers had gekoesterd. Filena, noem maar op allemaal. Dus ik denk dat Feyenoord op de verkeerde weg zit, technisch en sportief. Maar als je nog verder gaat kijken, dan gaat het om het stadion. Er zijn op 2 vlakken is de directie de verkeerde koers aan het varen. En de club wordt gedragen door die enorme aanhang die steeds groter wordt. Dat is misschien ook wel een mooie tragiek. En dat zie je in Turkije ook wel eens. Dat het gaat niet alleen om resultaten. Maar hoe langer je niet wint, hoe loyaler de fans lijken te worden. En ze worden gered door de jeugdopleiding. En dat zijn nou beide takken die ze meer moeten koesteren, zeg maar. Ja, Iwan maakt al het bruggetje naar Turkije, Jordi. Is het een beetje een beleid wat je heel vaak in Turkije ziet? Heel opportunistisch en niet kijken naar eigen jeugd? Nou, als je de gemiddelde leeftijd weet in de Turkse competitie, dan weet je dat dat correct is, ja. Het is heel jammer om te zien. En zelfs als ze investeren in jeugd, dan is het jeugd van buitenaf. Dus ja, dat is een feit. En even goed, dat tempt geen... hoe zou ik het zeggen? Dat tempt zeg maar niet de wens om alles te kunnen winnen. Oké, okay, duidelijk. We gaan door naar de volgende stelling. En die luidt, United is de grote winnaar in de Gea Soap. Jordi. Nou, laat ik het vooropstellen dat ik het
heel moeilijk vind om allemaal nog te volgen. Want ik denk dat United het slim heeft gespeeld. Alleen heeft volgens mij De Gea nog maar 1 jaar contract. Ja. Nou ja, als hij dat dan nu gaat verlengen, terwijl hij zelf mede in de boot is genomen, lijkt me. Want hij wil volgens mij, hij wilde wel naar Real. Hij wilde heel graag, ja. Dat is het aspect wat ik niet begrijp. Als hij eventueel gaat verlengen. Nee, maar hij gaat niet verlengen. Hij heeft al gezegd dat hij niet gaat verlengen. Maar, niet gaat verlengen. Nee, maar kijk, als United nu zo'n goede keeper heeft, we hebben het afgelopen weekend gezien met Romero, dan is De Gea toch wel echt een extra toevoeging voor de titelstrijd waar United om mee moet doen, toch, Iwan? Ja, absoluut. En ik denk dat de United fans vooral de grote winnaar zijn. De Gea is publiekslieveling. 2 keer speler van het jaar geweest. En ik denk dat je wel kan stellen, dat we aan het eind van het seizoen kunnen stellen dat United de grote winnaar is. Kijk, geld is het probleem niet daar. Nee. Uitgeven is ook geen enkel probleem. Dus wat was het, 40 miljoen? Ja. Nou, is veel voor een keeper natuurlijk. Maar ik denk dat United uiteindelijk de grote winnaar is. Mits De Gea niet gefrustreerd rond gaat lopen. Maar de berichten die ik hoor uit Manchester is dat hij totaal op een relaxte manier ermee omgaat. Dat ze hem ook een extra salaris bieden. Ze verhogen hem wel. En ik denk dat United wel de grote winnaar is. En Madrid de grote verliezer. Want wat een gekluns is dit. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Jullie hadden het programma met die hele transfer deadline. Ja. Heb ik ook gezien. 6 uur lang. En waren ook bij de KNVB bijvoorbeeld, hadden jullie contact mee. Daar zat ook mijn collega. De drieën die transfer moeten invoeren. Dan is het gewoon even allemaal hetzelfde invoeren. Het bedrag, de naam. En dan ben je klaar in Nederland. Ja. En 2 zo'n grote clubs dat het daar misgaat. Dan ga je aan een soort Dallas Dynasty denken. Daar is een spelletje gespeeld. En het zou mij niet verbazen als United onderdeel van dat die hebben gedacht. We kunnen hem niet tegenhouden. We doen het zo. Ja, Jordi, denk je dat mijn verhaal op een gegeven moment wat iemand zegt, denkt, ja, goeiedag, ik heb De Gea gewoon keihard nodig. Laat het maar klappen. Laat hem maar, sorry? Laat die deal maar klappen. Ja, dat is feitelijk wat er is gebeurd, toch? Ja, maar dat hij misschien, ja, kijk, het is natuurlijk onduidelijk. Het verbaast me, of tenminste, het is goed voor verhaal wat Iwan net zegt, dat hij het heel goed opneemt. Want voor hetzelfde geval heeft hij er helemaal geen zin meer in. Dan heb je er niks aan. En dan is het toch wel zonde weggegooid geld. Ja, want dan heb je dus en een gefrustreerde keeper en geen goede eerste keeper. Sorry? Dan heb je dus en een gefrustreerde keeper op de bank. En een slechte keeper onder de lat. Of een slechte keeper, niet iemand van het niveau waar United mee zou moeten spelen. Nou ja, volgens mij liggen er nog wel een paar keepers op het niveau van De Gea. Bij iets kleinere clubs dan United. Ja. Dus ik had het allemaal in een veel eerder stadium geregeld en het geld genomen. Goed, gaan we door naar de laatste stelling. Nou, dan mag ik nog 1 dingetje. Oh. Op zitten. Het is wel natuurlijk, als het zo laat wordt geregeld, van Amsterdam zaten ze ook met het zweet tussen de billen. Want Sillissen werd steeds genoemd. Wat je dus kunt doen de volgende keer, Mark Overmars, als om 11 uur Manchester United zich meldt, wat gebeurde is dat kwartier voor tijd kwamen er nog wat wisselingen. En er moest nog wat aanpassing in het contract komen. Wat Ajax kan doen, is exact hetzelfde. We willen nog een kleine aanpassing. En dan iets te laten spullen doorsturen. En dan zeg je, potverdorie, wat een ellende. Dus het is wel eentje om te onthouden van. Een goede les voor Mark Overmars in de toekomst. Bijvoorbeeld. Oké, gaan we door naar de laatste stelling. Ja, komende zondag is het Turkije-Nederland. Turkije de favoriet in de heksenketel. Jordi, neem ons mee. Ik vind het te makkelijk voor Nederland. Ik denk ook niet dat ik het ze gun om in de underdogrol te kruipen. Want het blijft gewoon natuurlijk. Het is Nederland zelf al, de nummer 3 van de wereld een jaar geleden. En Turkije die is op 1 hand te tellen de toernooien waar ze bij is geweest. Natuurlijk gaan we, het geloof is teruggekeerd in de ploeg. En het zal een hele flinke pot worden voor Oranje. Maar om Turkije als favoriet te bestempelen vind ik wat te makkelijk. Hoe zie jij dat, Iwan? Nee, natuurlijk absoluut niet zo. En dat hangt heel erg van Nederland af. Turkije is, ik heb even gekeken, nummer 46 van de wereld. Ze lijken de ergste ellende. Hè. Ze hebben pistolenaffaires en weet ik veel wat allemaal gehad daar. En ze lijken de ergste ellende te boven te zijn. Maar ik denk dat het valt of staat met het resultaat tegen Nederland, tegen IJsland. Als Nederland daar een zeepunt oploopt, dan moet je echt rekening mee houden dat het kan. Dan wordt het een ander verhaal, denk ik. Want dan krijg je een ander Oranje. Dus het hangt heel erg af. Oranje is de instabiele factor in deze. We weten ongeveer wel wat Turkije thuis kan.
Ze kunnen natuurlijk waanzinnig voetballen, maar ook zij hebben altijd met de druk te maken. Ik heb ook begrepen dat in een andere, maar dan moet je me even mee helpen, op een andere plek gespeeld wordt. Zeker. Klopt. Die heksenketel is altijd in Turkije. Dat is altijd ik ben er ook vaak geweest, een gigantisch mooie atmosfeer. Dat water loopt je uit de mond en ze komen het veld op en je denkt, die kunnen onmogelijk verliezen met dit publiek. Maar het gebeurt uiteindelijk natuurlijk wel op het veld. En speelt Nederland daar naar vermogen, dan wordt het een heel moeilijk verhaal voor Turkije. Ja, wat wel een voordeel voor Nederland zou kunnen zijn, Arda Turan is er waarschijnlijk niet bij tegen Letland, de grote ster van Turkije. Jordi, wat weet jij daarover? Hij zit bij de selectie en ik heb geen. Er is alleen de rechtsback, Gökhan Gönül van Fenerbahçe, die is uit de selectie gehaald in verband met de blessure. Okay. Daar zal de andere rechtsback voor spelen, waarschijnlijk van Fenerbahçe, Şener. Maar voor zover ik weet, voorlopig ziet het eruit dat Arda gaat spelen. Oh, oké, want ik vernam dat Letland misschien nog wat te vroeg voor hem kwam, omdat hij nog met de blessure loopt van Barcelona, waar hij alleen mag trainen. Hoe belangrijk is hij als hij wel meedoet? Ja, het is de belangrijkste speel, maar ook om op de favoriete rol te komen. Wat Robben voor Nederland is Arda nog niet geweest voor Turkije. Okay. Het is de beste die we hebben, maar hij is vaak te overijverig. En slaagt er dan niet in om op de beslissende factoren. Bij Turkije gaat het er vanaf of 11 man er zin in hebben. Als ze er alle 11 zin in hebben, dan wordt het een onneembare veste in het nietige Konya. Lijkt uit te pakken door de bondscoach. Dat is een goede keuze, want ze werden onthaald gisteren bij de airport. Niet normaal. Oké, okay. Nou, mooi. Maar een voorspelling voor zondag? Zeg het maar. 3-2. 3-2? Iedereen wat aan. 3-2 voor Turkije? Jawel. Oké, okay. Ivan? Ik hoop niet dat Konya een historische stad wordt in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Laat ik het daarop houden. We zijn er nog niet weg, dat weet ik wel. En dan wil je voorspelling. Dan moet je gewoon. Je moet positief denken. Ik imagineer een 1-4 overwinning. En hoeveel overwinning? Want dan moeten ze tegen IJsland. Moeten ze dus eerst het IJsland breken. Het ijs breken tegen IJsland. En dan gaat het gebeuren. Maar ik denk dat de eerste volgende wedstrijd, dus tegen IJsland, bepalend wordt voor die uitslag daar. Oké. Okay. Nou, we gaan het meemaken. Dankjewel voor je tijd, Ivan. Jordi, jij bedankt voor je tijd. Veel succes komende zondag met Turkije aan te moedigen. Jullie bedankt voor het kijken. Volgende week donderdag om 5 uur zijn we weer met een nieuwe Voetbaltalk. Graag tot dan.